Think for the Climate is het resultaat van de inzet en het engagement van duizenden burgers voor een probleem dat ons alle ons los van de leeftijd, gender, sociale status of woonplaats aanbelangt. Wauw is het eerste woord dat mij te binnen schiet als ik de grote en enthousiaste respons van zoveel mensen hier zie. Ik nodig iedereen uit om zeker een aantal video's te bekijken uit de kring van 111 video's die werden ingezonden en ingezongen. Dan besef je dat er een ruim draagvlak bestaat in alle lagen van de bevolking om grootschalige acties te ondernemen voor een duurzame en rechtvaardige ontwikkeling. Bij deze wens ik alle mensen die hieraan hebben bijgedragen en deelgenomen van harte te feliciteren. Ik wens in ieder geval dat de filmversie van Do It Now, Sing for the Climate, razend populair zal worden in de hele wereld. La voix des 80 000 personnes qui ont participé à Sing for the Climate, la voix des 300 000 élèves qui ont participé à Sing for the Climate, est très claire. Effectivement, we need to wake up, you need to wake up, we need to do it now, 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 you need to do it now, now, now. Onze verantwoordelijkheid, we kennen alles, we weten over alles. De rapporten van de Wereldbank, de rapporten van zelf mensen zoals PricewaterhouseCoopers zijn heel duidelijk. We zijn heel dichtbij het moment waar het te laat gaat worden. En dus, Sing for the Climate is op het moment gekomen waar wij op Belgische niveau, mevrouw Schouwvliegen, monsieur Henri, op het Vlaamse niveau bezig zijn met het opstellen van een klimaatplan. Dat is nu inderdaad dat wij ambitieus moeten zijn. Ja, na 80.000 mensen die samenkomen op dat weekend, een cijfer waar we ook echt nooit al op gehoopt, komt in oktober nog eens Sing at School, Sing for the Climate at School, ook alweer georganiseerd door de fantastische mensen bij LVLVL. Dit is de absolute wereldpremière, dames en heren, van onze Sing for the Climate. Twee van de vier eisen die wij samen met al deze mensen vragen aan jullie. En de eerste is een belangrijke, namelijk om een ambitieus klimaatakkoord te verdedigen in Doha. Een ambitieus klimaatakkoord, dat betekent dat de reductiedoelstellingen tussen de 25% en 40% naar beneden moeten. Dat is niet de eis die wij zelf verzonnen hebben, dit staat in de wetenschappelijke rapporten van de VN. Notre modèle économique est clairement à bout de souffle, donc on a besoin d'un nouveau modèle, un nouveau mode de production et de consommation. Et donc on demande à la Belgique d'investir dans ces défis d'avenir. Alors on va demander au ministre de venir cocher et signer le panneau des revendications qui sont tant d'engagements pour eux avant de sauver le Doha. Vous pouvez tourner et regarder par ici. We're on a planet that has a problem. We've got to solve it, get involved and do it now, now, now. We need to build a better future, and we need to start right now. We need to build a better future. Vous collez monsieur. We are
is een heel, niet alleen goed, maar heel belangrijk initiatief. We moeten aan de mensen tonen dat het absoluut nodig is om een verbetering van onze omgeving, klimaat, te hebben. En dat is een reëel probleem voor de toekomst, voor de onze generatie, maar ook de volgende generatie. Dus is een heel, heel, heel belangrijk onderwerp. En ik feliciteer de organisatoren. Ja.